dit weekend Almere, lastige tegenstander? Ja, ja, ik denk, zij staan niet voor niks bovenaan. Ze hebben ook een brede selectie met veel goede spelers. Ik heb tegen het team gezegd dat dit de laatste strohalm is voor ons. Als we nog iets willen, en dat is de derde plek bereiken, dan moeten we dit weekend goed doen. Het zijn nog maar 2 rondes te spelen. Daarom is het extra belangrijk. We hebben ook medegedeeld dat tegen Almere het eigenlijk goed doen. De partijen die we kunnen winnen, dat worden spannende, maar we zien echt wel kansen. Dus we gaan voor het maximale, maar dat doen we elk weekend. Ja, want ja, ik denk wel dat dit zeg maar een hele belangrijke wedstrijd is voor het team. Zeker ja, als je kijkt naar de plek waar ze nu op staan. Dus ik denk dat dit zeker wel een hele spannende wedstrijd is. Maar ja, elke wedstrijd is natuurlijk spannend, maar deze is wel extra, denk ik. Geeft het extra spanning in de slotfase omdat jullie ieder punt nodig hebben om bij de bovenste 3 te horen? Niet per se, voor mij niet. Dus gewoon ga iedere wedstrijd gewoon hetzelfde in. Ga gewoon alles eruit halen wat erin zit. Dit weekend ook. Nee, bij mij niet echt, omdat we de vorige wedstrijden best wel goed hebben gedaan tegen ze. We hebben volgens mij 4-4 en nog een keer 4-4, dacht ik, zoiets. Dus ja, ik denk wel dat er kansen liggen, zeker. En ik denk dat het voor Jim en mij wel de taak is om de mix te winnen deze keer. Nou, je moet gewoon elke wedstrijd moet je gewoon scherp zijn. En daar moeten we als team moeten we het maximale elke keer eruit zien te halen. En ja, dan kijken waar het schip gaat stranden. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat de eerste fase vooral het spannendst was. Want ik moest nog heel erg wennen aan het niveau en aan het nieuwe team. En nu voel ik me veel comfortabeler in de wedstrijd en in het team zelf ook. Wat wordt de uitslag dit weekend? 4-4. 6-2 voor Velo. 3-5. Ik denk dat we 4-4 spelen. 4-4. 6-2 voor ons. 4-4. Ik ben niet van de uitslagen, ik ben van het team. We moeten een uitslag doen. Dan ook 4-4. Nee, wacht niet meer te zien. Zat hij ook nog gehoord net? Nee, maar ik wil zeggen voor 8-0. Oh, 8-0. Aankomend weekend. Almere tegen Velo. Er mag weer publiek bij zijn. Dus wees er zeker bij. 7 uur. Mocht je niet bij zijn, is altijd de livestream. Dus we zien je daar. Ciao.